Bij brief van 6 februari 2019 heeft mevrouw Joke Schouwvliegen ontslag genomen als lid van de Vlaamse regering. Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van een lid van de Vlaamse regering. Conform artikel 60 paragraaf 1, eerste lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, heb ik een voordrachtslijst ontvangen waarop de heer Koen van den Heuvel als lid van de Vlaamse regering wordt voorgedragen. Bijgevolg verklaar ik de heer Koen van den Heuvel verkozen tot lid van de Vlaamse regering. Overeenkomstig artikel 62 van voormelde wet nodig ik hem uit hier vooraan het halfrond plaats te nemen, te nemen om er de eed in mijn handen af te leggen. Jan, wie had dat gedacht? Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Proficiat, Koen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.